Frank Olijven raakt daar de bal kwijt. Wederom heeft al aardig wat balcontacten gehad. Mika Schrijver. Even naar de aanvoerder. Kruisheer. Helemaal naar de andere kant. Daar komt hij. Komt hij. Ja, met zijn linkervoet. Zijn chocoladebeentje. Waar hij verleden week verwoestend hard mee uithaalde. Maar nu werd het wat gesmoord. Nu. De eerste aanval, HSC. Davies zit er bovenop. Onderbreekt weer die aanval. Prima paas, Owen Müller. Stef Nijland. Owen Müller. Van mij mag die bal gewoon wel onder de lat. Twee doelrijpe kansen, Davies. Maar nu HSC. Oegus. Ja. En daar toch ook bijna weer. Voorlangs. Stef Nijland. Frank Olijven. Wederom. Roland Baas. Kan die hem binnenhouden? Ja. Benjamin Roemeon. Nee. Weer niet. Daar komen vaak weinig doelpunten uit. Maar wie weet. Stef Nijland. Komt-ie. Kruisheer. Ja! Tarik Evre. Dat is hem. Zou Rick de Zadeleren zeggen. Dat is hem! Zegt hem dan. Tarik Evre. Verdiende voorsprong. DVS. Zo vlak voor rust. Wel iets achterhouden inderdaad. Want daar staat de Vries te wachten natuurlijk. Stef Nijland. En daar is de 0-2. Niet te geloven. Die kleine Benjamin Roemeon. Benna. 2-0. DVS. De wedstrijd is natuurlijk nog niet afgelopen. Maar het herstel tekent zich af. Tweede helft begonnen. Stef Nijland. Komt Roemeon weer. Benjamin. Roemeon. Oeh, Stef. Veel te slap. Müller. Stef Nijland. Müller. Oeh, lekker snel. Ja, penalty. Ja. Je zou hem kunnen geven, maar je zou hem ook niet kunnen geven. Stef Nijland staat klaar. Fluitsignaal. En doelpunt. 0-3. Komt weer de voorzet. Nee, lage bal. Nu. Kijk uit. Ja, dat is hem. Jules, natuurlijk. Sam de Wit. 80ste minuut. Ingegaan. Dit is wel ongelofelijk wat ik hier zie. Sam de Wit, wat doe je daar? Wat een geweldige bal. Niet te geloven. Die trap heeft hij. Maar... Ja, ik dacht, die keeper die tikte me nog net even over de lat. Maar nee, gewoon in eigen doel. 1-4. Hij flikt het wel vaker. Hij heeft zo'n ongelofelijke mooie paas. 60 meter, dat was het echt. En drie keer op zijn fluit geblazen. Eindstand in Haaksbergen, HSC 21, DVS 33. Het is niet te geloven, maar het is echt waar. 1-4.